Zo. Bij de wasstraat. Want de auto is weer heel erg smerig. Speciaal voor jou. Hé, hey zeg. Ik heb een onderwerp. Nou, vertel. Ik ben enorm enthousiast erover. En dat is context-driven content. Oh, dame, let op. Zo, mevrouw. Ja? Weet je nog van vroeger, toen de mobiele applicaties net uitkwamen, toen was iedereen wild enthousiast, want je kon dan plotseling locaties koppelen met content en zo'n beetje iedereen die ging dan ook mobiele applicaties maken, want dan kon je, zeg maar, op basis van waar iemand was, kon je mooie content aanbieden. Ja. Helemaal op maat, dat is wat je wil. Ja. Alleen daar is nu heel weinig van over, merk ik. Ik ken eigenlijk helemaal geen enkele app die succesvol mooie, echt content biedt op basis van je locatie. Nee. En toen. En de gedachte is eigenlijk. Bestaat er eigenlijk ook een soort van responsive content? Hè? Dus zoals je responsive design hebt, jij weet er heel veel van. Ja. Zou er dan ook responsive content zijn? Dus content die zich aanpast aan waar je bent of wat voor situatie je hebt? Idealiter zou je dat natuurlijk willen. Dus je zou willen, ik ben onderweg en ik heb haast en ik moet naar een klant en ik bezoek de website van die klant. Dan zou je willen dat niet alleen het adres, maar ook direct de routebeschrijving daarnaartoe, vanaf de locatie waar jij bent, dat het direct in beeld verschijnt. Ja, dat het eerste is wat je ziet, zeg maar. Ja, dat zou je willen. Het punt is alleen dat het zo ontzettend lastig is om te detecteren wat iemands intenties zijn op het moment dat hij iets doet. Ja. Dus de aanname was altijd bij mobiele sites. Van mensen die een mobiele site bezoeken, die hebben of haast of ze zijn ergens naartoe. Ja. Dat was een van de twee. Dus meer dan de contactinformatie, of contactinformatie is het allerbelangrijkste. En ze hebben haast, dus dat moet snel in beeld zijn. Dat was een beetje de aanname die er gedaan werd van de context. Maar dat betekent dat je de hele website opnieuw moet inrichten. Dat gebeurde meestal dus ook veel, ja. 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 Dus maatwebsites, speciaal voor mobiele mensen. Ja, en wat de eigenschap was en is nog steeds van dat soort websites, is dat er vooral dingen worden weggelaten. Want dan wordt er gedacht, dat willen mensen op een mobiel toch niet. Maar nu blijkt dat die context die er toen verzonden is, dat die eigenlijk helemaal niet klopt. Oh. Dus mensen gebruiken hun mobiel ook onderweg, zeker. Ja. Maar ze gebruiken hem vooral ook thuis. Veel meer dan onderweg. Ja, natuurlijk. Dat weet je zelf ook wel. Jij zit vaak ook op de wc, gebruik je iPhone. Eigenlijk mijn iPad, maar inderdaad. Je iPad, ja. Dat is handiger, die blijft liggen op mijn knieën. Dat doet bijna iedereen doet dat. Dat was 2 jaar geleden was er een onderzoek naar gedaan en daar bleek al uit dat toen al 70% van de mensen met een smartphone dat ding de hele dag doorgebruikt. En als je kijkt nu ook, er zijn mooie foto's van. Ja. Dan zie je mensen non-stop met dat ding. Als je op een willekeurig moment even naar buiten kijkt, is een grote kans dat je iemand naar zijn iPhone ziet kijken of een andere telefoon ziet kijken. Ja, precies, ja. Maar is dan eigenlijk zo van, nou, goede hypothese, maar de realiteit niet. Is anders. Nou, het punt is een beetje, mensen gebruiken die dingen altijd. Dus het hoeft niet meer. En, de aannames die we deden, was dat mensen dat niet deden. Dat ze alleen maar on the go die mobiele sites gebruikten. Hier had ik een punt over. Ik krijg een hele trage dame, dus daarom. Ja, die leidt heel erg af, inderdaad. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat eerst kwamen we erachter van, nou, dan moeten we dus heel veel moeite gaan steken in mensen die ergens in de wereld staan. Je weet de locatie en dat je daarop baseert van, oh, dan wil je vast dit soort content. Ja, precies. En dat was een grote bedreiging, want dat betekent dat je een heleboel soorten websites moet maken. Hè? Dus
Stel dat je bij de GVB GVB-website bij een halte staat, dan moet je de haltegegevens laten zien. Ja, maar of wil je dat juist niet weten, want je staat al op de halte, dus dan weet je het wel. Precies, of moet je misschien juist bestemmingen laten zien. Het idee dat je aannames kan doen aan de locatie van, aan de hand van de locatie van iemand. Mm-hmm. Ik denk dat dat inmiddels een achterhaald idee is. Ja. Dat kan gewoon niet. Er zijn natuurlijk wel andere. Er zijn meerdere factoren. Er zijn meerdere factoren die wellicht wel meetbaar zijn. Ja. Er zijn andere dingen die je wel zou kunnen meten. Mm-hmm. Maar zou je het aan ze kunnen vragen? Zo van, wat wil je? Dat de eerste vraag is zodra je op mobiel gaat. Ja, je zou daar bijvoorbeeld als mensen... Zeg maar dat de toptaak anders worden. Ik zat laatst te denken aan... ik denk dat toptaken zeker anders kunnen worden. Zeker als je een frequente bezoeker bent van een site. Dan is dat zo. Ja. Ik zat laatst over een pizza site na te denken van eigenlijk zou je willen dat, daar zaten we over na te denken, wat zou dan een normale bestelflow moeten zijn. En een normale bestelflow die begint dan met iets als kies een pizza en allemaal moeilijke pizza keuzes en daarna kies je betaalmethode en dan heb je allemaal dat soort hele complexe opties en mogelijkheden, terwijl eigenlijk zou je moeten beginnen. De meeste mensen die op deze site komen, hebben hier al eerder een pizza besteld. En die moeten helemaal vooraan staan. Nee, en die willen waarschijnlijk gewoon precies dezelfde pizza die ze de vorige keer ook, of dezelfde bestelling als ze de vorige keer deden. Ja. Dus wat je zou willen is, je komt op die site, Cookie heeft onthouden dat jij dezelfde persoon bent. En het is, welkom terug meneer Van Gemert, hetzelfde. Ja, zoals een goede buurtpizzeria ook zou zeggen. Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je de optie al. Ja. En dan komt gewoon een half uur later wordt de pizza thuis bezorgd. Of nee. En in dat geval kies je wat anders. Ja. En idealiter zou je de betalingen dan ook helemaal bij willen hebben? Nou, de betaling zou dan al gedaan kunnen zijn. Of die doe je natuurlijk aan de deur. Ja, precies. Ja. Inderdaad, door op ja te drukken en je wachtwoord in te voeren, zou je al betaald kunnen hebben. Ja, precies. Nou, dat zou mooi zijn, man. Ja, daar zou het heen moeten gaan. Ik hoorde trouwens dat PayPal eindelijk mobiel betalen mogelijk maakt. Alleen niet op de manier dat we dachten. Ja, of gelokaliseerd betalen. Dus ze hadden zo'n... En dat bestond al een tijdje. Er was een bedrijf met zo'n... Daar kon je een blokje op je iPhone of je Android zetten. In het microfoongaatje of het koptelefoongaatje. En dan... deed je creditcard er doorheen aan het geluid wat de magneetstrip dan maakt. Dat ging dan de Android of de iPhone in. En op basis daarvan wisten ze, oh, dat is deze creditcard en dan kunnen we de transactie afmaken. For real? Dat werkt op geluid? Het ging zeg maar niet in de mooie USB-poort van de Android. Maar het ging in het geluidpoortje. Ja. Dus waar je headset op aangesloten wordt. Ja, ja, ja. En dus dat bestond al, dat heette Square, geloof ik. Ja. Want dat dingetje was ook vierkant. En, heb je gezien wat voor vorm dat nieuwe ding van PayPal heeft? Ja, het is een soort van een raar envelopje of zo, of een driehoekje. Nee, het is een driehoekje. Ja. Dus het is geen square, het is een triangle. Ja. Dat vind ik toch wel briljant. PayPal vind ik een ongelooflijk klote bedrijf, maar dat hebben ze toch wel heel erg grappig gedaan, vind ik. Ja, maar... dit ding is dus bruikbaar alleen in Amerika. En waarschijnlijk in Amerika ook niet lang meer. Want het werkt dus op geluid. Dus het geluid wat die magneetstrip maakt zodra je langs een laser houdt. Net als vroeger met bandjes. Er zit eigenlijk een klein stukje audiobandje op die creditcard. Ja. Maar iedereen gaat over naar chip. En zeker in Europa, alle banken die hebben afgesproken van... Nou, we gaan allemaal over op de chip, want dat is veel veiliger, tussen aanhalingstekens. En dus hebben ze het, gaan ze dus zo betalen. Dus het wordt wel makkelijker, maar alleen voor mensen in Amerika of waar creditcards met magneetstrippen nog in omloop zijn. Ja, ja, ja. Dus ja, maar dat is, dat gaat het misschien ook makkelijker maken voor kleine bedrijven om... creditcardbetalingen te doen waar ze niet zo heel veel hoeven te investeren in hardware en zo. Ja. Maar ik vond het wel opvallend dat een bedrijf als PayPal het doet. 2,7% af te staan. Ja, ja, daar gaan per transactie. Daar zijn ze heel erg flexibel in. Dat vanaf dat percentage gaat. Oh.
rij ik nu de afslag voorbij, ja, hè? Ja, ik geloof wel, ja. Dat doe je heel goed. Maar dan kunnen we extra lang genieten. Ja. Een ommetje maken. Oh, voordat we straks de wasstraat ingaan. Oh, kijk, daar hebben ze hem inderdaad. Nu zie je de achterkant van de wasstraat. Jammer dat je het niet ziet, helaas. Maar ik kwam erachter, dat vergeten we telkens te vertellen, dat de wasstraat, die heeft een heleboel links in het artikel staan. Dus als je de video ziet, ook van de samenvatting, ga ook even naar het artikel. Want er staan een hele bos met links ook van ja, alles, wat, ja, alles waar we het over hebben. Maar dat terzijde. Maar goed, we hadden het dus over die... Dat ding van PayPal. Ja. Nou, wat ik er verkeerd aan begreep, ik dacht dat ik mijn creditcard en zo'n driehoekje en mijn telefoon mee zou moeten nemen om te gaan betalen. En ik dacht, nou, dat is toch te onhandig. Ja. Maar dus, als ik het goed begrijp, ga ik mijn creditcard door een driehoekje op de telefoon van de verkoper doen. En dan vind ik dat betrouwbaar. Ja, nou, het scheelt niet heel veel met de mechaniek van de klassieke creditcard swipers, hoor. Nee, oké. Okay. Maar ik haal mijn creditcard door een vierkantje op jouw telefoon. Ja, precies. En dan heb je iets aan mij en dan zit je niet te skimmen. Helemaal niet, want ik ben heel erg eerlijk. Bovendien het geluid wat over dat kleine dingetje gaat, dat is natuurlijk heel erg beveiligd. Ja, ik vind het een... Tenminste, ik zelf zou eraan moeten wennen. Nou ja, in principe, het is een stap achterwaarts. Want wij zijn al veel op betere of effectievere manier gewend. Ja. Wat PayPal hier wel mee heeft bereikt, is dat ze een enorm gat slaan in de service of dienstverlening van een heleboel banken. Want die verkopen namelijk van die hele robuuste mobiele pinautomaten. Ja, en die gaan in elk geval in Amerika, zullen die een teruggang hebben in hun dingen. Ja. In hun abonnementen. Want dat gaat allemaal. Maar daar wordt ook heel veel geld. Kost natuurlijk. Ja, het kost genoeg geld inderdaad. Zij doet dat dan goedkoper, maar of het nou netto echt iets oplevert voor de wereld en de mensheid. Dat is niet waar. Maar goed, hey, even over iets anders. Ja. Ik spring een beetje door de onderwerpen heen. Ik had deze in de lijst gezet en dat is formulieren. Ja. En ik had laatst een soort van... ik weet niet hoe we erop kwamen, maar we waren aan het praten over formulieren. Ik geloof dat... Oh ja, wacht. Er was zeg maar hoe je formulieren moest vormgeven in HTML, geloof ik. Ja. En wat voor functionaliteit er allemaal in moest en hoe je dat dan schaalbaar moest maken. En jij hebt daar trouwens nog een praatje over gegeven. Vorige week heb ik daar een presentatie over gegeven. Ja, dat was heel leuk. En ik moest toen denken van, wauw, eigenlijk zijn formulieren, dat is eigenlijk de ultieme vorm van content. Er zit alles in, weet je. Er zitten labels in, er zit functionaliteit in, er zit uitleg bij. Meestal niet, maar god, dat zou eigenlijk moeten. Hè? Je zou eigenlijk door complexe formulieren zou eigenlijk zo van gecoacht moeten worden. Ja. En er komt eigenlijk alles helemaal samen als een ultiem pakketje van mooie content. Het is de meest complexe content, denk ik. Ja, zeker wel op het web. Want het is moeilijk om te maken en het is... Maar niet alleen op het web trouwens, ook als je kijkt naar belastingsformulieren. Ja. Dat is de meest complexe dingen die er zijn. Ja, dat het is heel makkelijk verkeerd te doen. Ja. Maar op een of andere manier weten ze dan toch nog zo te maken dat het redelijk begrijpbaar is. Maar inderdaad, ook op papier, zoals je bijvoorbeeld zag met die de stem. Er was op een gegeven moment in Amerika iets helemaal misgegaan met de stemformulieren. Ja. Waarmee je gaat stemmen in de verkiezingen. Dat was helemaal misgegaan door verkeerde layout. Echt puur verkeerde layout. Waardoor mensen dus juist stemden waarop ze niet wilden stemmen. Oh. Dat was echt een hele... Stond erboven, voor wie wilt u niet stemmen? Nee, ik weet niet. De vakjes, die leken bij de andere naam te horen. Oh, stonden bij de verkeerde label. Ja, dus dan hebben heel veel mensen die op... Nou ja, in ieder geval die niet op Bush wilden stemmen, hebben toen wel op Bush gestemd. Oh, jongens.
Nou, slim van ze, zeg. Bekend. Nou, maar dat... En dat was een officiële fout of was ja, dat... Het was niet de bedoeling om te sjoemelen. Nee. Het was juist vanuit... ik geloof het toegankelijkheidsoogpunt was het gedaan. Want dat de letters groter moesten worden. Maar de complete layout is daarna niet aangepast. Dus inderdaad, vormgeven en juiste content bij formulieren is uiterst complex. Ja, ja. En ik merk vooral dat een heleboel van ons... Ja, van onze doelgroepen, maar ook waar wij mee te maken hebben, is dat het vooral veel en veel eenvoudiger kan. En jij gaf daar in jouw talk gaf je daar een heel mooi voorbeeld van het betalen van software, geloof ik. Ja, dat was een formulier. Als je een teksteditor wil kopen, dan krijg je dus uiteindelijk, als je dan betaald hebt, krijg je een e-mailtje met de activeringscode. Ja. En dan heb je een formulier wat bestaat uit twee delen. Het eerste deel is je naam en je complete adres, inclusief telefoonnummer en een e-mailadres. En eigenlijk, het enige wat daar nodig is een e-mailadres. Ja. En het tweede deel, dat is dan je creditcardgegevens of kiezen voor PayPal. En nou blijkt, en dat dacht ik zelf ook al, dat als je je creditcardgegevens invoert, dan is het verplicht om je adresgegevens erbij in te voeren. Maar dat moet pas zodra je de keuze hebt gemaakt, toch? Maar wat die teksteditor, die wil niet dat je met PayPal betaalt, want dat kost veel geld. Ah, dus ik denk... Dus ze leiden de... Ik denk dat dat de reden is dat... Dat het automatisch aanstond. Ja, dat het hele adres. Maar het is niet zo als je dan. Het is niet zo dat als je op PayPal klikt, dat het adres dan niet nodig is. Oh, ja, dat is dan weer jammer. Dus daar is een soort van. Het blijkt dus dat marketeers willen het liefst alles van je weten. Dus marketeers willen zoveel mogelijk e-mail of invoervelden. Ja. En mensen willen zo min mogelijk invoervelden invullen. En dat is toch raar, want je zou zeggen dat als marketeer dat je gewoon het product wil verkopen en dat je dan, dan heb je gescoord. Ja, maar ik heb regelmatig een rare school in marketing binnen de marketingwereld die denkt dat mensen, die vindt dat je zoveel mogelijk data over mensen moet verzamelen. Ja. Een heel vervelende school, vind ik dat ook. Ja, direct marketing zal daar ongetwijfeld... Ja, precies. Het is allemaal direct marketing. Ja, dat is zo zonde. Ja. Beetje dat dommig is, ook. Ja, ik vind het... Ja, het is vooral niet relevant voor me, denk ik. Van laat mensen gewoon kiezen wat ze willen in plaats van dat je door hun strot heen duwt. Het is allemaal zo... pusherig. Ja, het is vaak is het, dan krijg je iets gratis, maar dan krijgen wij jouw e-mailadres en dan gaan we er allemaal dingen mee doen. Dus ja, dat maar is ook dus iets bij het kopen van een stuk software op een website is dat niet het geval. Dat lijkt me ook niet. Het is ook iets wat, nou ja, hoewel als je zoiets koopt krijg je vaak direct, daarna krijg je elke week krijg je dan een e-mailbrief. Oh ja, met de nieuwste ontwikkelingen van dat bedrijf. Als ze het knopje op een andere plek hebben gezet. Ja. Ja. Maar dat is ook iets. Ik heb nu voor de Daily Nerd heb ik een nieuwsbrief. Mensen vinden het prettig om de Daily Nerd via e-mail te lezen, blijkbaar. Oh, oké. Okay. Niet heel veel hoor, maar er zijn een aantal. Twee. Nou ja, 20 zijn het er. Oh, wauw. Maar nou, die vinden het wel goed, toch? Van ja, ik zou het niet weten. Ik vind het wel grappig. Oh, okay. Het gaat allemaal automatisch. Ja. Maar daar heb ik een nieuw systeem nu voor. Ja. En eigenlijk... Ook bij dat oude systeem, daar kon ik gewoon zien wat individuen doen met mijn e-mail. Dus of ze het wel lezen, nou, dat is niet helemaal betrouwbaar. Maar als ze het dan lezen, dan is er gewoon te zien of ze op links klikken, hoeveel links. Ja, okay. Ik wil dat helemaal niet weten. Ik wil het gewoon echt niet weten. Het gaat mij helemaal geen fuck aan wat jij doet met mijn e-mail. Ik snap daar niks van. Ah, okay. Dat bedrijven... Ja, die worden erop afgerekend wat het succes is van een mailing natuurlijk. Maar dat je dat globaal wil weten. Kijk, tuurlijk... Oh, je kan het echt per persoon kijken. Per persoon kan ik kijken wat iedereen doet. Ik denk dat, volgens mij weten de meeste mensen die zich inschrijven voor een e-mailbrief, weten dat helemaal niet. Die weten niet dat zij afvallen of dat zo? Die weten niet dat er precies te zien is wat jij doet. Ja. Met die brief. En dat is dus op het web heb je die... Analytics en daar is
met iets meer moeite is ook persoonlijke data uit te filteren. Ja, ja, als je het echt wil als analytisch, als analytics toko, dan kan je iemand echt volgen, gewoon op IP-adres of wat precies. Ook. Alleen is dat dus iets wat meeste analytics zijn daar niet in geïnteresseerd, meeste mensen. Maar ik vond het dus opvallend dat het in e-mail marketing statistics wel gangbaar is. Ja, ja. Maar dat het niet duidelijk is voor de gebruiker, dat mensen dat eigenlijk helemaal niet weten. Dus bij deze, ja, inderdaad. Nu weet je het. Ja, ik was vorig weekend was ik bij Unlike Us. Dat ging over social netwerken en wat die allemaal weten van je. Nog veel meer hoor. Ja. Ook hoe ze gebruikt worden in weet ik veel. Als er een regering moet capituleren of weet ik veel wat. Oh ja. En toen hadden ze er dus over van oké, wie is nu heel goed in het verzamelen van gegevens. En natuurlijk weten we dat bijvoorbeeld Twitter, hè, daar wordt een heleboel rondgetweet. Dus er zitten linkjes in, dus we weten ook hoeveel die linkjes geklikt worden en wat dan niet meer. Dus daar gaat best wel veel informatie naartoe. Ja. Zeker nu Twitter ook een eigen shortener hebben. En die wordt altijd aangezet, ook als je link niet kort is of niet lang is. Maar de volgende is Facebook, want Facebook heeft overal van die irritante knopjes zitten. Want die staan op alle websites, want iedereen wil alles geliked hebben op een of andere manier. Terwijl ik persoonlijk vind ik dat, één, het maakt je website heel erg traag als het even tegen zit. En die knopjes zijn gewoon niet mooi. En je kan ze niet meer stijlen. Enfin, ik vind er maar niks aan. Maar realiseer dat dus dat ook trackers zijn. Hè? Dat zijn dus... Zij kunnen, in principe kunnen ze jouw gedrag over al die websites heen volgen. Ja. Sterker nog, doen ze ook. Precies. Maar, en nu komt het. Blijkt dus, dat is geen verrassing eigenlijk, dat die Google Analytics, want die zit overal. Google Analytics is gratis. Dus iedereen die maar een beetje een populaire website heeft, die gaat dat gebruiken. Dus in principe kunnen zij iedereen volgen. Ze weten al het gedrag. Alles. Waanzinnig. En dat was... Nou, en sterker nog... Dat gaat nog veel verder. Oh, maar even onderbreken. Hi, ik wou de Polish Watch, alsjeblieft. 13,50 alsjeblieft. Wat is er met uw lak gebeurd? Geen idee. Het is altijd al zo geweest. Ben ik met de scheurbezien op? Ik denk het, ja. Oh. Geen idee. Kijk, dat is pas het carepakket, hè? Ja. Dat is 15 en 20. Ja. Dankjewel. Een fijn weekend. Jij ook. Dank u. Het zou natuurlijk niet netjes zijn om te zeggen dat wij hier altijd komen. Dat het daardoor komt. Oh. En nog een beetje. Neutraal staat in zijn vrij. Niet meer aankomen. Maar Google Analytics had altijd de optie. Van ik gebruikte dat en dan kon ik aanvinken of ik mijn resultaten wilde delen. Yeah. En dat betekende dat ik dus mijn resultaten kon vergelijken met de resultaten van de hele wereld. Of van Okay. En ik zette dat altijd uit, maar heel veel mensen zetten dat aan. En als je dat aanzet, betekent dat Google ermee kan doen wat ze willen. Oh. En nu hebben ze hun privacy, hoe noem je dat? Ja, overeenkomst hebben ze veranderd. Ja. En nu betekent dat ze die data die ze van Google Analytics hadden nu ook mogen koppelen aan YouTube, Gmail, verzin het maar. Okay. Dus nu is dus de data van, dat mocht daarvoor niet. Dat mag nu allemaal niet. In één pak nu gegooid is dat worden. Allemaal Google data. Okay. En dan wordt dat allemaal, mogen ze mee doen wat ze willen. Ja, dat is wel naar. Ja, ik weet niet. Ik weet nog steeds niet wat ik me daarbij... Wordt het wel grappig? Er was dus een
was iemand bij die conferentie en die zei ze van... Het argument van, ja, wij vinden het helemaal niet erg dat onze gegevens zeg maar, gepubliceerd worden. Of ik heb niks te verbergen. Ja. En toen zei ze van, oké, prima. Jij vindt jouw gegevens vind je niet gevoelig. Stel je nou voor dat het gegevens van je oma zijn. Zeg maar, vind je dat nog steeds niet erg? En dan merk je dus... Zo ja, ik zou mijn oma zou ik helemaal niet bloot willen stellen aan dat soort dingen. Ik wil haar wel een beetje beschermen, weet je wel. Ja. Dus dat is een hele andere logica die de oplossing geldt. Ja. Hey, we moeten het hier hebben over user feedback. Oh ja. De enige feedback die ik heb gekregen was van Kiki, mijn dochtertje. Ja. Die vond het helemaal niks dat we vorige keer... niet door de wasstraat gegaan. En dit is voor jou, Kiki. Ja. Straks maken we nog een... Nee. Daar zit een spuit als een draaier, Kiki. Daar komt een draaier. Ja. Hier is die. Is mij, we hebben nog ook meer draaier. Van deze. Ja, nog meer draaier. Het is niet die disco. Of wel? Kijk, Kiki, komt nog een draaier aan. Ja. Komt ie. Daar gaat ie. Oh. En ik had, ik heb overgegeven aan de goden. Ik heb één speciale browser, heb ik helemaal ingesteld op Facebook. Oh, dus ja. Dat doe ik niks anders dan Facebook. Oké. Okay. En ik heb dus een Facebook account. En daar zet ik ook op dat de wasstraat is geweest en waar het te vinden is en zo. En daar reageren een heleboel mensen op. Dus blijkbaar wonen daar een heleboel kijkers, zonder dat we het wisten. Dat is dan weer wel leuk. Ja, dat is heel erg tof. Ja. Het viel me trouwens op dat echt iedereen zit daar. Oh ja? Het is echt waanzinnig. Ik dacht zo, nou ja, misschien dat ik wat zal zijn. 60% van de mensen die ik ken, dat ik die daar gaat vinden. Binnen 3 dagen had ik zo'n beetje mijn hele vriendengroep van nu tot 4 jaar terug... Alleen mij vond je daar niet eigenlijk. Alleen Vasilis van Gemert. Er was wel een fake Vasilis van Gemert. Nee. Die heb je trouwens ook. Hè? Vroeger kon je dat doen, wat was het ook weer? Bij Friendfeed. En dat was heel erg een beetje sneaky en een beetje awkward. Kon je dus imaginary friends aanmaken. Dus wat je dan kon doen is, je maakt een entiteit aan. En dan kon ik zeggen van, oké, dit is Vasilis. En dit is zijn Twitter-account, en dit is zijn blog, en dit is zijn Facebook of zijn Flickr. Ja. En dat werd dan allemaal verzameld en dan kon ik je alsnog volgen via dat systeem. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. En dan was je dan in een imaginary friend, hè? Een geloofwaardig vriend. Maar goed, dat is inmiddels geïntegreerd in Facebook, althans opgekocht door Facebook. Dus dat gebruik ik niet meer. Oké, maar dat is natuurlijk ook dat Facebook... Ik ben dan wel nog nooit op Facebook geweest, maar Facebook weet gewoon alles van mij. Ja, precies. Want die weten zoveel door al mijn vrienden. Precies. Door de wasstraat waarin mijn naam wellicht genoemd wordt. Door, ja. Verzin het allemaal maar. Mensen die mijn, hun hele adresbestand hebben geüpload naar Facebook, waarin ik sta. Artikelen liken of wat ook. Ja. Zonder dat je het wil eigenlijk. Ja, dus echt ook zelfs door daar bewust niet te zitten. Nee, ja, kijk, weet je, ik heb het daar ook opgegeven. Dus dat je mensen zeggen, ik wil helemaal niet op Facebook of ik wil helemaal niet dat ik gepubliceerd word. Ja, wat we al eerder zeiden, geloof nou maar dat je als je op het internet bent en je doet daar dingen, dat je dan gewoon van de wereld bent. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar goed. Dus, ja, goed. Het blijft interessant. Ik heb graag, hou ik een beetje controle over... Nou ja, kijk, dat... Over mijn data. Ja, ik vind, precies, maar, ja. Bijvoorbeeld ook... Ik had het de laatste over dat ik mijn... Of ik heb mijn Google-account heb ik gedelete. Ja. En ik blokkeer alle... Google cookies. Script. Ja. Scripts en cookies en weet ik wat. Ik blokkeer ook alle advertisers. En dan kreeg ik de vraag, maar waarom zou je dat doen? Zo erg is het toch niet wat Google doet? En zo erg is het toch niet dat Google al die data verzamelt?
En toen was de vraag, maar waarom zou ik het überhaupt willen dat Google al mijn data verzamelt? Want geef mij één goede reden waarom ik dat zou willen. Ja, zij geven jou op dit moment niks in return. Nee. Jij, jij neemt niet hun gratis diensten af of wat ook. Nou, maar zelfs als ik die gratis diensten afneem, waarom zou ik dan willen dat zij al mijn data kunnen doen wat ze met mijn data... Dat is voor mij is dat geen enkele reden om dat te doen. Nee. Daar heb ik niks aan. Nee, inderdaad. Nou ja, dat is wel die ruil die ze dan proberen te maken. Die maken zij? Ja, precies. Ja, ja, maar goed. Dat is dan de keuze die je dan moet maken. Van, nou ja, dan ga ik daar niks mee te maken hebben. Ja. Maar wat ik vooral heel erg... Maar dus die vraag dat die aan mij gesteld wordt, vind ik een beetje raar. Ja. Nee, waarom zou ik dat wel willen? Je moet die vraag omdraaien. Ja. Ja. Tenminste, dat moet niet. Maar dat nee, mensen moeten niks, maar... Ja, mensen die zeggen, ja, het komt toch in een grote bak terecht. Wat maakt het allemaal uit? Ja. Kijk, nou ja. ik ben er ook van overtuigd van, ja, maar zonder jou erin is het een pietje minder succesvol. En ze houden er rekening mee dat een heleboel mensen het niet erg vinden of het niet weten. Want de meeste mensen weten het gewoon. Wat ik bijvoorbeeld wel erg vind, is dat alle gegevens die Google weet, die zijn... direct beschikbaar aan de Amerikaanse overheid. Ja. Dat vind ik wel een probleem. Want de Amerikaanse overheid is mij nu misschien nog wel goed gezind. Mm-hmm. Maar dat is ook een beetje een rare theocratie aan het worden daar. Lijkt een beetje op Iran. Zou jij het prettig vinden als de servers van Google in Iran stonden? Zou je dan geen probleem vinden? Ja. Ik betwijfel het. Ja, of... Als dus alle data van Google zo aan de Iranese... Of kwaadwillende. Het is wat voor overheid vertrouw je? Ik vertrouw overheden niet. En het gaat dan niet zozeer om de overheid nu. Het gaat over wat, als al die data verzameld wordt, wat kan de toekomstige overheid ermee doen? Ja. Dat de overheid mij nu geen, wel als allochtoon ziet, maar dat niet als probleem ziet, omdat mijn moeder Griekse is. Maar wat doet een toekomstige overheid? Misschien vindt die dat weer wel een probleem. Ja. Ik vind dat soort dataverzameling... Je moet daar heel erg goed over nadenken. Van hoe... je moet er voorzichtig mee zijn. Ja. Ja. Ja, en, van, je bent maar nu misschien geen crimineel, maar wetten veranderen. Ja, maar het belangrijkste is dat je daar nu dus helemaal niks over te zeggen hebt. En daar zou je... Eigenlijk zou je een soort van portfolio moeten hebben waarin je... mensen of partijen daar toegang toe mag geven, gelimiteerd in tijd. Dus dat je kan zeggen van oké, ik wil nu iets aanvragen, bijvoorbeeld ik wil mijn bedrijf starten, dan zijn deze en deze en deze gegevens, die wil ik wel even lenen aan de KVK bijvoorbeeld. Ja, oké, als het nodig is. Ja. Ja, precies, alleen als het nodig is, krijgen mensen mijn gegevens. Ja, maar dat kan dus nu niet. Ik zie die verzamelwoede, snap ik gewoon niet. Ik snap hem echt niet. Waarom moet je alles van me weten? Wat heb je er nou weer aan? Nee, niks. Het excuus is nu dat... Ja, samen... Jij samen met nog eens een miljoen anderen... Dan word je plotseling een doelgroep. En advertenties. Hè? Advertenties kunnen beter afgestemd worden op de personen. Dat is natuurlijk ook iets. Advertenties is trouwens ook zo'n interessante wereld. Daar wilde ik het ook nog over hebben. Nou, kom maar op. Of had ik dat vorige keer al verteld? Nee, volgens mij niet. We zijn nu aan het kijken naar hoe kunnen we websites ervoor zorgen dat die op alle soorten devices werken. Ja, ja. Want het idee van dat iedereen alleen maar de website bezoekt met een desktopcomputer is volledig achterhaald. Mm-hmm. Ook schermresoluties van 1024, die slaat nergens meer op. Het is niet alleen veel groter geworden, maar ook veel kleiner. Ja. En wat heeft de reclame-industrie nu besloten? De reclame-industrie er is een organisatie die bepaalt de standaard afmetingen van banners. Oh. Dan spreken ze met elkaar, waarom doen ze dat? Ja. En dat zijn echt, dus die skyscrapers en al die dingen, die bannerformaten, dat zijn standaarden.
Okay. Die zien er niet uit. Nee, die zijn... Op je mobiel bedoel je? Nou ja, zeker niet op je mobiel. Maar wat zij nu hebben besloten is... Nee, die formaten zijn achterhaald. Ja. We gaan... grotere formaten maken. Hè? Dus die, dat is echt zo'n een organisatie die volledig in zichzelf is gekeerd. Dus onze reclames zijn niet irritant genoeg. We maken ze nog irritanter. Of zoiets. Ah, jongens. Dus nu zijn er zijn nu formaten van echt, die zijn reusachtig. Dat worden de nieuwe advertentiestandaarden. Ik denk dat het een grote... Ik denk dat het ontploft. Het kan bijna niet anders. Dus in plaats van te kijken van... Hé, we hebben nu al kleinere formaten. We moeten misschien eens responsive gaan denken. Misschien moeten we juist flexibele formaten gaan aanbieden. Misschien, hè? Maar wordt het, ik begreep ook niet wat ze ermee proberen te bereiken met een grotere. Nou ja, meer zichtbaarheid. Dus hun conclusie is... De... hoe heet het? We kunnen nu beter... we hebben meer bandbreedte. Ja. Dus... dus het is mogelijk om meer banner te laten zien. Ja, meer banner te laten zien. Dus de oude banners waren gebaseerd op minder bandbreedte en kleinere schermen. Ik denk dat het... Ik had het laatst via Twitter met... had ik een erg leuke discussie. Die ging over het blokkeren van banners. Ja. En uiteindelijk kwamen we erop uit van wat we zouden moeten maken. Is dat je een bannerblokker hebt die kunst laat zien. In plaats van banners. Die moeten we echt gaan maken. Ja, serieus. Dus dat je geen banners ziet. Maar dat je kunstwerken ziet. En toen hadden we het ook over dat dan... hoe heet het, die banners ook weer, die zogenaamd slim zijn? Die takeovers? Targeted of zo. Ja? Nou ja. Maar die openen of die weten wie je bent? Die weten wie je bent en die dus... ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat je ook deze kunstwerken slim maakt. Dat je kan zeggen van, dit vind ik lelijke kunst, dat wil ik niet. Deze weg kan stemmen. En dat je ze weg kan stemmen, dat je dan dus een bepaald soort kunst krijgt. En dat dus alle pagina's die je bezoekt, waar banners op staan, die worden ineens mooi. En het zou me niks verbazen als de sites daardoor ook succesvoller worden. Want dan weet je, ik ga nu naar nu.nl, want op nu.nl zijn altijd van die mooie kunstwerken. Ja, precies, ja. In plaats van, er staan banners. Want niemand gaat natuurlijk ooit voor een site voor de banners. Maar als een mooie kunst staat. Ja. Dus dat is zo raar, joh. Ik begrijp het. Serieus, ik dus begrijp. Ben je een nerd en zoek je nog een pet project? Ja, inderdaad. Gerust, pak dit gerust. We hebben domein hebben we al voor je. Vast wel. Maar ja, goed. Ik begrijp banners nog steeds niet. Ik klik niet op banners. Ik doe niks met banners. Ik begrijp niet waar het geld vandaan komt. En, puur vanuit hoe ik het zie. Kan het bijna niet anders dat dat enorm gaat imploderen op korte termijn. Maar zeker als je zo'n industrie eromheen hebt die zelfstandig eventjes bedenkt grotere banners. Ja, want we krijgen, mensen zijn gewend aan... Misschien was dat het argument, dat mensen gewend zijn aan de kleine banners. Nee, het zijn ook helemaal geen kleine banners. Die dingen zijn hartstikke groot. Ja, inderdaad, ja. Ik zag laatst al een overzicht, had ik daar vorige keer ook over. Oh, jongens, we moeten nu echt een beetje op. We zitten al aan 10. We moeten echt opletten dat we niet dubbel aan het vertellen zijn. Dan zag je dus een enorme lap website. En dan overgrote deel was banner en kruft en zooi. Ja. En een heel klein regeltje en dat was daadwerkelijk de tekst. Dat is de Telegraaf site, moet je maar eens naar kijken. Ja. Dat Stephen Hay gebruikte dat als een voorbeeld van concentreren op content. Ja. En dan de Telegraaf die dat niet doet. Een heel mooie... Ja. Of in ieder geval geen goede waarde voor waarde verhouding. Ik bedoel, stel dat je nou een heleboel dingen wil verkopen en een heleboel banners ook neerzet, prima. Maar zet er ook iets van waarde tegenover. Als je onze aandacht wil, want daar gaat het om, daar hebben ze het over, dat mensen aandacht besteden maar aan die banners. Maar vreemd genoeg werkt het toch wel. Mensen gaan ernaar terug. En die sites worden goed bezocht.
Ja, nee, dus dat het, wel. Ja, maar niet, goed, ze zien de waarde. Het is waarschijnlijk een minderheid, zoals wij, elitaire contentmakers, die er last van heeft. Ja, waarschijnlijk uit het grootste deel van de mensen kan het echt geen fuck schelen. Nee, die denkt, ha, gratis kranten op een iPad. Oh. Ja. Ja. Ja, misschien ook wel. Maar wat voor waarde krijg je ervoor? Dat denk ik dan hoor. Ik bedoel, ook de bannerverkopen, die lopen terug. Je moet meer banners neerzetten voor minder geld wat je daarvoor terugkrijgt als producent. Dus kan je ook minder mooie content maken. Ja. Waar stopt het? Andere verdienmodellen, daar is het tijd voor, denk ik. Ja, misschien. Oké, jongens. Tot de volgende keer. Doei.